Oh, ik werd wat loos is in mijn streek. Ja, Marco Kleine, vertel eens, wat voor nights hebben we? Tot ik volgend jaar maar blijf bij MVV. Want dat is een contract van 2+1. Ja. De optie is dus gelicht. Ja. Ja, wie vindt het? Ja, ik ben hier al als kleine jongen gekomen. En dan is het natuurlijk leuk dat ze eigenlijk een derde jaar bij MVV mag voetballen. Ja, want geregeld basisplaatsen. Afgelopen vrijdag zelfs een mooi schot, doelpunt. Wie ziet de toekomst voor jullie bij MVV? Ik heb nu niet heel veel wedstrijden gespeeld dit seizoen. Ik ben nu weer aan de basis gekomen. Ja, lekker om natuurlijk te scoren. En dit nooit is natuurlijk nog goed nooit. En dan ben ik dus blij dat ik volgend jaar van MV kan spelen. Ja. Ja, en mede dankzij een bijdrage van Veerzien MVV, Stefan Giebels. Ja. Lekker zo goed. Ja, we hebben donateurs en die hebben een aantal pijlers hoe ze goed kunnen kiezen, hoe ze hun geld op besteed willen zien. Een van die pijlers is het versterken van de selectie. En als ze dan hun geld kunt bijdragen aan het behouden van een eigen jong wie Marco Kleine, dan denk ik dat we er heel erg goed op aangezien. Ja, Marco, mag ik voor de geval succes wensen? Zeker weten, ik heb zeker goed. Oh, ik weet wat los is in mijn streek.